Yo mensen, welkom terug bij Linkcraft. In ieder geval deze episode ga ik jullie in ieder geval uitleggen wat met Linkcraft gaat gebeuren. Want het is misschien jullie bij sommigen wel voorgekomen dat je ineens denkt van Oké, Link heeft dus de Naga verslagen, de Lich King of hoe die ook precies mag heten. Hij heeft dus de Urgas verslagen en de Hydra. Wat nu? Want ik heb de 4 challenges voltooid en wat gaat er nu gebeuren? En ik kan niet al te veel spoileren, maar als je deze video afkijkt heb je wel enig idee. Maar eerst gaan we er eventjes voor zorgen dat we veilig naar beneden toe kunnen, want ik moet dus uiteindelijk ook naar beneden in deze toren. En dit wordt ook geen actievideo, dit wordt eigenlijk in principe gewoon een explaining video van yo, wat zijn mijn plannen, wat ga ik doen en wat kunnen jullie verwachten en wanneer precies. En dan hebben jullie tenminste een beetje een overzicht van hoe en wat en zus en zo. Oh god, oké, we gaan deze weg slopen. Is dat wel slim? Nee, dat is niet slim. Oh god, ik val helemaal naar beneden. Weet je wat? Het maakt ook allemaal niet meer uit. Het is trouwens nog heel erg donker. Ik heb trouwens nog één night vision potion. Dat weet ik. Dus die ga ik ook even gebruiken. En zo. En we gaan hier naar beneden toe. En zometeen ga ik natuurlijk nog even één ding gebruiken. En dat is even kijken. Het vuurwerk. Die ga ik natuurlijk beneden voor de entrance gebruiken. Want die ben ik natuurlijk voor de episode gewoon de totaal vergeten. Door die epicness of alles. Ik weet niet wat er allemaal gebeurde. Ik heb hier wel een bucket of milk. Maar dat is geen bucket of water. Ik ga hem wel gewoon drinken, denk ik. Oh nee, daar haal ik die nightfish weg. Ik wou bijna mijn woorden milk drinken. Maar ik kan hier wel water van halen. Dus ik ga het denk ik al gewoon doen. Oké, ik ga hier melk drinken. Het is misschien weer donker. Maar ik kan tenminste wel met deze bucket of water. Kan ik tenminste nog eventjes stellen boven toe om daarheen te gaan. Alright, zijn we helemaal boven. En dat betekent dat ik dus ergens. Moet even kijken, nog een mooi plekje. Dan ga ik niet eens riskeren om daarheen te springen. Oké, ik ga hier kijken. Of ik hier direct naar beneden ga. Yep, ik ga hier water plaatsen. Oké, water plaatsen. En dan gaan we rustig naar beneden. En ondertussen ga ik eventjes kort, uitleggen wat eigenlijk de bedoeling is van Linkcraft. Misschien zien jullie wel een titel van Linkcraft stopt. Deels wel, deels niet. En dan moet je me even goed horen. Want voor een tijd zal Linkcraft stoppen. En de reden daarvan is dat ik een season final wil maken. Dat betekent dus dat ik eigenlijk is dit seizoen 1 van Linkcraft. Daar wil ik een coole final van maken. Dat is Epic Tree Survival. Als je die misschien hebt gezien, zou super cool zijn als je die hebt gezien. Dan ben je een oldschool kijker. Daar heb ik ook een super vette einde voor gemaakt. En dat zou ik eigenlijk ook willen voor Linkcraft. Maar dan voor dit seizoen, aangezien ik nu klaar ben met de challenges. En het einde daarvan zou ook meteen het intro zijn naar het nieuwe seizoen van Linkcraft. Alleen het enige probleem is dat dat heel veel tijd gaat kosten. Er gaan heel veel cinematics in zitten, heel veel edits, shizzle en heel veel communicatie met andere YouTubers die mij komen helpen. Qua stemmen, qua acteren en al die shizzle. Dat zou echt super vet zijn, maar er gaat wat tijd in zitten. Dus dat betekent dat dit voorlopig de laatste aflevering is. En binnenkort komt de echte allerlaatste aflevering van Linkcraft seizoen 1. En daarna zal het ook weer zijn dat het even een weekje of twee tussen komt zitten voordat seizoen 2 gaat starten. Dus je kan ongeveer in je agenda schatten dat dit dan de laatste aflevering is van deze week. Dat kan je dus inschatten dat volgende week en de week erop geen Linkcraft zal zijn. En zal die week daarop de final zijn, hoop ik, als het lukt in ieder geval. Maar je kan je ongeveer inschatten dat dan de final is. En dan nog twee weken daarna, dan gaat het nieuwe Linkcraft seizoen beginnen. En dan zou je bijzelf denken van, ja maar Link, dat duurt zo lang. Maar ik kan er ook bijvoorbeeld andere shit doen. Bijvoorbeeld ga ik dan minigames doen op Minecraft. Ik ga iets anders doen, bijvoorbeeld Attack on Titan weer oppakken. Ik heb dan bijvoorbeeld dan weer twee plekjes vrij in mijn schema om eventjes leuke dingen te uploaden. Die gewoon random zijn, die misschien jullie hartstikke leuk vinden om te zien. En ik heb dan meer vrijheid erin. En Linkcraft komt dan sowieso kaart weer terug. Maar ik kan nu niks meer met deze modpack. Ik ga een hele nieuwe modpack doen. Een heel nieuwe storyline. En dat wordt dan super epic, super vet en al die shizzle. Maar dan weet je in ieder geval wat gaat gebeuren. Hebben jullie een heads up van wat er gebeurt? Want iemand zei tegen mij van, wacht, als dit de laatste fight is, betekent dan dat Linkcraft gaat stoppen? Nee, Linkcraft stopt niet. Want hij komt dan in principe gewoon een tweede seizoen. Je moet het eigenlijk ook zien als een, wat zou het zijn? Vergelijk het even met Kingdom. Kingdom is ook gestopt. In ieder geval seizoen 1 was gestopt. En dan kwam seizoen 2. Weet je? Zo kan je het ook zien. Het duurt gewoon eventjes tot seizoen 2 is begonnen. Dat heb ik ook al in de tv-series. Heb je een seizoen. Nou, het is voorbij. Supercool einde heb je dan. Wat ik ook ga doen. En een cliffhanger. En dan, zo ben ik al. Gewoon met een hele coole cliffhanger. En dan komt het allemaal in principe wel goed. En ik ga gewoon een aantal YouTubers vragen die me komen helpen. En het idee wat ik achter me heb is zo super vet. Echt waar jongens, je moet me erin geloven. Maar het heeft gewoon echt te maken met alles wat ik in principe dit seizoen heb meegemaakt. En natuurlijk het allereerste intro van Linkcraft eigenlijk die je altijd ziet. Gewoon de trailer, daar heeft het ook mee te maken. Het wordt echt super vet. En er komt ook een nieuw intro van Linkcraft met een super cool nieuw muziekje. En heb allemaal ideeën voor mij. Dat heeft gewoon tijd nodig en ik moet ook allemaal andere series doen. Maar dan weet je in ieder geval hoe het zit en hoe en wat, zus en zo. Dus dat is in principe wat ik wou zeggen.
Ja, wat ik dus eigenlijk ga doen dan in de tussentijd is denk ik gewoon Minecraft maps, minigames, gewoon van de adventure map, misschien weer horror game met Harm. Dat is ook iets wat ik bijvoorbeeld nu niet in mijn schema toe kan passen. Maar op dit moment wel, dus ik zou vragen aan Harm van, yo, kan ik een keertje opnemen, super chill. En dat komt allemaal weer goed, dat lijkt me gewoon weer super leuk om dat te doen. En dan heb ik ook tenminste weer wat vrijheid. Maar Minecraft jongens, komt sowieso terug, wees maar niet bang. Seizoen 1 gaat binnenkort dan over 2 weken stoppen. Ja, eigenlijk officieel stoppen. En dan gaat season 3 alweer. Oh shit, dan ga ik snel. In ieder geval season 2 gaat dan beginnen 2 weken daarna. Dus, dan heb je in ieder geval iets om naar vooruit te kijken. Het kan misschien een weekje verschillen tussen wat ik precies zei. Misschien is het al binnen een week is het al klaar. Of misschien dus wel na 3 weken. Je kan het niet zeker weten, maar ik geef je een headset van ongeveer dat het zo is. Oké? Okay? Afgesproken? Afgesproken. En dan zie ik jullie in de volgende, laatste aflevering van Minecraft. Eerste seizoen. Jongens, ik ben voor het kijken. Dank voor alle support deze serie, want dit vond ik echt awesome om te doen. Iets anders dan een normale survivor. Echt bedankt voor al jullie coole steun aan deze serie. En zie jullie een epic final van Linker. Alright jongens. Later.